Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een nieuw idee met silkklei, dus met zijdeklei. En ik heb hier namelijk een vormpje en die zat bij een Poppin Cookin set. Die hebben we al eens laten zien op het kanaal en ook getest. Hier had je aan de ene kant zo'n soort crème en aan de andere kant hier zat er een soort van dip bij van die strooisel. En dat waren een soort van druivensuiker snoepjes. Aan de ene kant kon je dan erin dopen en aan de andere kant kon je dat strooisel erop doen. Maar je kunt zien dat het eigenlijk wel een leuk vormpje is. Je hebt dan bovenop nog slagroom, dan heeft het een gezichtje met een toegeknepen oog. En dan nog twee armen en twee benen. En ik ga vandaag eens eventjes deze zijdeklei daarin doen, in die vorm. Dan laat ik het drogen. En als je het er dan weer uithaalt, dan heb ik hopelijk net zo'n leuk figuurtje als wat je hier ziet, alleen dan in het roze. Ik ga eerst eens eventjes beginnen met een klein stukje. En dat druk ik hierin vast. En ik heb het gevoel dat dat wel enigszins blijft plakken. Dan ga ik zo verder. En dan ga ik hier stuk voor stuk wat stukjes erin plakken. Zo, ik geloof dat ik het lichaam nu compleet heb. Nu ontbreken nog de armen en de benen. Zo, ik heb nu de hele vorm opgevuld met zijdeklei. Ik ben nu eigenlijk al heel benieuwd. Ik ga dit allemaal laten drogen. Het beste tot de volgende dag. En dan hoop ik dat dat dan gelukt is en dat er dan zo'n leuk poppetje uitkomt. Deze is natuurlijk van binnen een beetje hol. Maar als ik dit nu allemaal ga vullen met zijdeklei, dan droogt het heel langzaam. En zo droogt het hopelijk relatief snel. Ik kan jullie dan het resultaat nog eventjes laten zien. Misschien wel over een paar dagen. En misschien hebben jullie ook zo'n vorm van iets. Eentje voor ijsblokjes of van een of andere verpakking. En dan kun je daar zijdeklei in doen en dan kun je het laten drogen, zodat je een leuk poppetje hebt. Ik vind het eigenlijk wel een leuk idee. Of het resultaat goed wordt, dat kan ik natuurlijk nu nog niet zeggen. Dat weet ik nog niet. Maar dat zien jullie in een van mijn volgende video's. Maar jullie kunnen me al in de reacties laten weten of jullie van die vormpjes hebben waar jullie dan zijdeklei in zouden kunnen doen. Of jullie het idee misschien helemaal niet zo goed vinden. Dat kun je allemaal laten weten in de reacties. En misschien hebben jullie ook zo'n Poppin Cookin set. En daar hebben jullie nog de vorm van over. Dan kun je het natuurlijk ook zo proberen als ik. Ja. Ik vind de duimpje omhoog natuurlijk leuk als jullie het leuk vonden. Bekijk onze andere video's, abonneer je op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!